Ik denk dat hij gewoon hard is doorgereden. En de rest heeft hem niet kunnen bijhouden. Maar ik acht dat voor mogelijk. Intrinsiek is hij de beste man van die kopgroep. Maar we hebben Elminger gezien. Hij komt nu van... Nee, maar Maarten is sterker. Er zitten krachten in die man die hij zelf waarschijnlijk ook nog niet kent. Hopsie. Ai. Daar ligt van alles. Wie is dit? Dit is Michael Berry. Weer Bonen? Bonen weer. Ja. Hupsie. Pats, boom, Kaartenhuis. Ja, het kan gebeuren. Ik roep dus tegen jou. Rabo Renner. Ja. Daar links. Het is niet, dit is jou. Ja, het overkomt je. Het is een mazzelkoers. Als je verkeerd rijdt, horen het geschreeuw daar van de renners. Dit is erg dramatisch. Dit verzin je niet. Rabo Renner die daar links in beeld ligt. Ja, maar de koers gaat door. Ook deze koers wacht op niemand. Daar is die valpartij met die Rabobankrenner die daar zit. Ja. En ze kunnen nergens heen. Ze rijden. Hoe is het mogelijk dat die renner daar tussendoor rijdt? De camera zoekt natuurlijk naar de meest bekende renner. En dat is dan Tom Boonen. Hij was bezig met een geweldige opmars terug te komen naar het peloton. En boem. Die Rabo-renner leek met Theo Bos toe, eerlijk gezegd. Zou kunnen. Het is een samensmelting van het peloton met wat met de kopgroep. Nee, want die komen nu pas. Dit zit er nog voor. We slingeren de Orsies heen. En daar hebben ze weer een fantastische kasseistrook ontdekt. Alweer een quickstep renner. En Chavanel is het. Het is een koers van de mazzel, zeg ik tegen je. Hupsie. Ja. En je stapt hierop, dan weet je dat dit kan gebeuren. Stuurfout in het peloton, dat is gruwelijk. En dat doet alles pijn. Kijkt u nog even naar die valpartij op de stoep. Ja, er zijn jongens die bloembak moeten ontwijken en komen dan in de baan van Chavanel terecht. Het is pijnlijk, maar waar. Het gebeurt. Ja, vind nou maar weer eens je benen terug. Die liggen daar nog ergens op stoep. Ja, hier kan je een kruis over maken. Dat is onmogelijk dat hij nog een goede doen terugkeert aan het front.